Hallo allemaal, ik ben Casper Peters en in deze podcast ga ik een interessant boek aan jullie voorstellen. In deze donkere tijden van het jaar valt er niet veel te tuinieren. Zo dachten ook twee Amerikaanse variëteitstuiniers. Samen brachten ze enkele wintermaanden door in Alaska. En het resultaat was een boek. Een boek dat de titel meekreeg, Het bodemvoedselweb alle kleine beestjes helpen. Oorspronkelijk is het een Engelstalig boek. Maar Mark Schiepman zorgde voor een erg leesbare en actuele vertaling. In deze podcast zal ik dit intens boekje bespreken. Ik denk dat het lezen ervan uw manier van tuinieren wel eens zou kunnen veranderen. Elke doorsnee tuinier zou dit boek moeten lezen om een duurzame, gezonde tuin te kunnen creëren, zonder chemicaliën te gebruiken. Door mijn opleiding ben ik geïnteresseerd in alles van de natuur, onder andere het dierrijk. Een gezonde bodem is allesbehalve een saaie boel. Hij barst van het leven. Het boek is zeer toegankelijk voor het grote publiek van de weekendtuiniers tot ecologische tuiniers, omdat het varkensjargon zoveel mogelijk vermeden werd. Het boek leest vlot en soms humoristisch en opgesmukt met kleurfoto's van microscopische weten. Kortom, de wetenschap over organismen in de bodem werd bijeengehaakt in dit boek. Je krijgt een beeld van de bodem als ecosysteem, als een web dus. Het hele scala aan organismen, zoals bacteriën, schimmels, algen, geleedpotigen en wormen, hebben allemaal een rol in de bodem om het gezond houden of gezond maken van je planten. Struiken en bomen worden allemaal benoemd en toegelicht. Het boek is ingedeeld in twee delen. Het eerste deel geeft de noodzakelijke wetenschappelijke kennis over de bodemvoedselweb als geheel en alle leden afzonderlijk weer. De complexe wereld vol met deze organismen creëren een voedende omgeving voor de planten. Het tweede deel, het interessantste deel vind ik, gaat over de toepassing van deze wetenschappelijke kennis. Het doel is om uw tuin er eenvoudiger, beter en leuker te laten uitzien met minder werk. En u absoluut hoort iedereen dit graag. Een leuke tuin met minder werk. Zoals reeds gezegd, heeft het boek de titel meegekregen Bodemvoedselweb, alle kleine beestjes helpen. Dit boek, het Bodemvoedselweb, alle kleine beestjes helpen, gaat dieper. Dieper in de verborgen wereld van wat zich onder het maaiveld bevindt. Hier leven vele kleine organismen die met of tegen elkaar werken. Zij houden het omzettingsproces op gang, waarbij voedingsstoffen worden omgezet, vastgehouden en getransporteerd. In de bodem is zo een heel web opgebouwd, om ervoor te zorgen dat de planten voldoende voedingsstoffen krijgen. De titel vind ik goed gekozen. Een web van kleine tot microscopische organismen in de bodem. Het is een informatief wetenschappelijk boek dat zeer leesbaar is geschreven. De keuze van dit boek is te zoeken in mijn schoolopleiding met name dier- en landbouwwetenschappen. Mijn leerkracht akkerbouw stelde mij twee boeken voor. De keuze was snel gemaakt. Ik heb gekozen voor dit boek omdat ik graag wat meer wilde weten over bodemleven. Je ziet er weinig van uiteraard. Maar als ik de bodem bewerk met een tractor, wat gebeurt er dan in de bodem? Wat kan ik doen of wat kan ik beter niet doen om het web van het bodemleven te verbeteren? De antwoorden op deze vraag zijn hierin terug te vinden. Ik heb een passage in het boek aangestipt dat ik graag met jullie wil delen. Het is te vinden in het tweede deel van het boek, meer bepaald in het hoofdstuk dat handelt over de bodemvoedselweb-tuinkalender. De bodemvoedselweb-tuinkalender is trouwens het langste woord van 26 letters in deze podcast. Probeer het zelf eens. Het gaat over wanneer wat je best kan doen in de tuin. Per seizoen wordt een overzicht gegeven. Omdat ik de herfst een mooi en kleurrijk seizoen vind, zal ik de passage over de herfst voorlezen. Vlak voordat de boomblaadjes beginnen te vallen, verzamel je een berg grasmaaisel voor het herfstcompostering. Die zou moeten aanvangen als het gras nog vers en groen is. Je kunt ook wat van deze groene mulch op eenjarige en groentebedden aanbrengen, ook als het seizoen ten einde loopt.
Er braakt ook in de herfst mycorrhizale schimmels bij elke verplanting. Maak van de blaadjes die op het gazon vallen een fijne mousse met de grasmaaier. Je moet er misschien een paar keer overheen rijden, maar laat die mousse wel liggen. Zo bieden de schimmels ook wat tegenwicht tegen de bacteriedominante thee die je op het gazon hebt gebruikt. Verzamel alle blaadjes die je nog kunt vinden. In het voorjaar en de zomer is er bij het composteren altijd een groot gebrek aan bruine blaadjes. Bouw je compost op en sla de rest droog op. Mulch je groentebedden en bloembedden. Als de blaadjes gevallen zijn, controleer dan al je straken, bomen en meerjarigen ook goed gemulcht zijn. Gebruik als het maar even schimmeldominante compost thee. Sproei in het jaar dat je gebruik maakt van de bodemwoedsel 185 liter thee per hectare en zorg ervoor dat je de mulch en de bladeren ook in. De bladmassa moet door de microben na ongeveer een maand tot de helft zijn teruggebracht bij warm weer. Gebruik goed biologisch microbenvoedsel van het juiste type. Laat de microben met volle buikjes gaan slapen, vroeg wakker worden en meteen beginnen met het hergebruiken van voedingsstoffen. Na de oogst laat je je bodem weer testen en pak je de berlezentrechter er weer bij, als het niet te koud is tenminste. Vergelijk de uitkomsten met die van de metingen die je in het voorjaar en de zomer hebt gedaan. Dan kun je in de winter je bodem op de juiste manier beheren, zodat ze er in het voorjaar weer klaar voor zijn. Waarom zouden jullie het bodemvoedselweb alle kleine beestjes helpen moeten lezen? Het boek is mooi verpakt. Het heeft een kleurrijke cover van een elektronenmicroscoopfoto van ontbindende planten. Onmiddellijk zie je ook dat een Nederlandse vertaling betreft. Iedereen die wat aan tuinieren doet, wil zijn tuin zo mooi en gezond mogelijk maken. De basis hiervan is een goede bodem met de nodige voedingsstoffen voor de planten. De juiste aanpak hiervoor vind je hierin zeker terug. Dit ondersteunt met de nodige wetenschappelijke kennis. Het boek geeft je een hele nieuwe manier om naar je tuin op bloembakken te kijken en vooral naar de bodemkwaliteit. Ik vind dat je kan vergelijken met kijken naar een goede documentaire op tv. Je wordt als het ware mee opgenomen in deze wonderwebwereld wat de bodem heet. Na het lezen van dit boek weet je dat een goede bodem meer is dan wat grond met regenwormen. En belangrijk, wat je kan doen of niet moet doen om de gezondheid van de bodem te bevorderen. Het sterkste punt van het boek is dat het niet geschreven is door wetenschappers, maar door tuiniers met een grote nieuwsgierigheid. Ze geven praktische hulpmiddels en tips mee om het bodemvoedselweb te onderhouden of te herstellen. Ik sluit deze podcast af met een vermelding uit het boek Meer bepaalde aanbevelingen van vakmensen. Het is een boek over tuinieren, maar het heeft alle spanning en sensatie die je in een thriller over aliens ook zou kunnen tegenkomen. Rare wezens in gevechtszalen die elkaar opeten. Het verschil is dat het zich allemaal hier op aarde in de bodem afspeelt. Lees dit boek en je kijkt voortaan heel anders naar de bodem. Zo, dit was het einde van mijn podcast. Bedankt allemaal voor het luisteren en tot een volgende keer.